De klok is mede mogelijk gemaakt door Doornenbal Telecom. Doornenbal, voor netwerken, cloud, VoIP en observatie. Goedenavond en welkom bij Hooi Centraal met vanavond voor u Moederdag in de Kruidenwijk. Wandelmeerdaagse voor mobiele mensen. In Hooi Sport besteden we aandacht aan het Nederlandse dames korfbalteam dat afgelopen dinsdag op bezoek was in Nijverdal. En voor sport schuiven we straks aan Jan de Jong en Elina de Haas van de schietvereniging LSVN. Nu aan tafel Marien Schennissen van het Openluchttheater en hij komt vertellen over het nieuwe programma bij hun. Welkom Marien, leuk dat je er bent. Ja, heel mooie fijn. Nieuwe Openluchttheater. Dinsdag is voor de radio geweest. Dinsdag hebben we het uitgebreid over gehad. Ja, Roosje, kunt u even goed uitleggen? Ja, daarom, want je zei, joh, ik wil nog wel een keer weer komen. Ik heb nog veel meer te vertellen. Dus dat gaan we straks gewoon eens even lekker doen. Even doen, ja. Daarom. Want ondertussen is ook bij mij aan tafel aangeschoven Petters Manning. En ja, Petters, je hebt het heel druk vanavond, hè? Och, geweldig. Ja, nee. want je bent eigenlijk ook floormanager nu, hè? Ja. Dus eigenlijk hoor jij nu achter een camera te staan en bij mij alles aan te geven. Want nu mag je praten, nu niet, nu klopt. Wel. Ik zit nu een keer in beeld. En nu zit je in beeld. Minstens daarachter. Ja. Maar het bevalt ook heel goed, hoor. Is leuk, hè? Ja, want na Hooi Centraal gaan we weer naar Helen Doorn in Business kijken. Ja. En ja. Voor mensen die nou denken van, wat is Helen Doorn in Business nou? Ze kunnen het eigenlijk niet gemist hebben, want het is al een aantal keren geweest. Maar nou, het is inderdaad. Helen Doorn in Business is een programma die we maken voor ondernemers uit onze gemeente. Of gemeente, mensen uit de gemeente die raakvlakken hebben, zeg maar buiten onze gemeente, maar ook weer met onze gemeente. En die kunnen dan met mij in gesprek hier op de bank. En we komen bij hen thuis en dan gaan we filmen van hoe het bedrijf eruit ziet, wie ze zijn. En je laat een beetje de man of vrouw achter het bedrijf zien. Ja, een klein beetje. Ja. Bij de ene is het wat interessanter om te vertellen wat ze doen. Sommigen sporten bijvoorbeeld niet of hebben geen hobby's, zijn heel erg druk met hun... Sommigen zijn misschien ook wel wat meer gesteld op hun privéleven. Ook dat. Maar uiteindelijk samen maken we er een heel leuk programma van. Ja. En krijg je een mooi beeld van hoe het bedrijf gerund wordt, wat ze doen, wat ze maken. En dat is leuk programma. Succesvol. Ja, heel leuk. Dit seizoen voor het eerst. Ja. En vanavond was volgens mij de laatste, dat ik het helemaal goed geef. Ja, dit is de laatste voor dit seizoen. Ja, voor dit seizoen. Volgend seizoen gaan we er gewoon weer mee door. Wij hopen wel. We zijn natuurlijk wel afhankelijk van ondernemers die mee willen doen. Ja, want komen die bij jou? Gaan wij er naartoe? Ze kunnen zich aanmelden bij mij of hier bij de studio. Ze kunnen dat via onze reclameverkoper Jan Collenstad kunnen ze zich aanmelden. Kijk. En iedereen die denkt van, hey, die zou dat willen doen, kom gerust. We gaan in gesprek met elkaar. Er zijn wel kosten aan verbonden, maar als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt... Krijgt niet alleen je programma terug, je komt ook een klein beetje reclame. Ja, onze gasten van vanavond hebben bijvoorbeeld, heb ik al gezien deze week, een filmpje al op hun website staan. En dat kun je dus ook doen. Je kunt het in je winkel of in je bedrijf laten draaien. Ja. Ben je helemaal vrij. Wie heb je vanavond op de bank? We hebben vanavond Ina en Johan Westra. En die runnen? Die hebben een bed and breakfast. Kijk. Notterveld. Ook leuk om daar een keer te kijken. Een heel mooi bedrijf. Ja. En daarnaast zijn ze ook nog agrariër. En hij doet nog ambachtelijke werkzaamheden. En daar gaat hij allemaal over vertellen. Maar met name het bed and breakfast. Daar gaat het een beetje om. Dat is een beetje de hoofd. En dat is heel erg verrassend hoe zij dat helemaal opgebouwd hebben. En dat is echt top. Ik heb het niet geweten dat het er was. Ja. Maar het is echt top. Echt een aanrader. Ja, echt zonder meer. Gewoon met z'n allen blijven kijken. Ja, zeker doen. Want degene die nu kijken zijn toch niet naar het Bevrijdingsfestival. En anders kijken we mooi naar de herhaling. Maar gewoon even blijven kijken naar Hooi. Zeker. Sowieso de moeite waard. Daarom. Dankjewel. Ik zou zeggen, ga gauw weer terug naar je plek straks. Want, dat ga ik doen. Als ik ga mij maar even helpen. Want dat hoort dan ook, hè? Dinsdag weer wandelen voetballen. Hè? En dinsdag gaan we weer wandelen voetballen. Ja, want volgens mij hebben de heren elkaar al een beetje uitgenodigd. Ja, we kennen elkaar van de voetbal hier in ieder geval achter de bowlingboerderij. Kijk, dus eigenlijk zijn jullie maar ook gewoon heel sportief. Ik ben dinsdags meer actief in het Doktersbos en met het openlucht. Ja. We hebben die groep vrijwilligers hebben daar bij elkaar. Ja. Vandaar dat ik dinsdags morgens niet meer kan doen in Helm doen. Ja, dat vind ik wel jammer, want we zoeken best nog mensen die, zoals jij, je bent een voetballiefhebber, je kunt het ook. Wel op leeftijd, maar dat geeft nou niks. En dat is nou juist, wandelvoetbal is echt heel leuk. Ja, wandelen. Maar goed. Ja, kleine reclame in voor het wandelvoetballen. Ja, dat komt helemaal goed. Gaan we Helen Doorn, voetbal. Ja, maar wat ook leuk was namelijk op zondagmiddag 30 april... was er een gezellige moederdagmarkt in het cultuurhuis de Kruidenwijk in Nijverdal. Nathalie Brink, je hebt deze moedermarkt georganiseerd. Waarom?
Dat klopt. Ik heb een moederdagmarkt georganiseerd, want ik vond dat er toch heel weinig echt georganiseerd werd voor de moeders alleen. En dan is het inderdaad ook een week of twee voordat moederdag is. En dan zijn de prijzen toch schrikbarend hoog. En ik wou hier gewoon een leuke, gezellige moederdagmarkt houden met een kleine opzet, waar dan ook nog de prijzen betaalbaar zijn. Wat is er allemaal te zien? Nou, ik heb geprobeerd om het zo divers mogelijk te houden. Dus er staan onder andere een kraam met handdoeken en theedoeken, allemaal leuk in een geschenkverpakking verpakt. Zijden bloemstukjes heb ik erbij staan. Een nagelstudio. De moeders die kunnen zich heerlijk laten verwennen met een massage. Er is ook aloe vera, pedicures en natuurlijk schoonmaakartikelen. Die het werken een stuk makkelijker maken. En voor de ontspanning de Energetics magneetsieraden. Ja, die sieraden, ja, wat houdt dat precies in? Dat zijn sieraden die zorgen voor een betere doorbloeding. En door die verbeterde doorbloeding kun je meer zuurstof opnemen en meer afvalstoffen afvoeren. En over het algemeen voelen mensen daar een stuk plezieriger en energieker bij. En je noemde ook schoonmaakartikelen die het werk makkelijker maken. Nou, daar heeft iedereen wel oren naar. Ja, vaak lijkt het toch een lullig cadeau om te geven. Alleen het gaat zoveel makkelijker, het hele schoonmaakwerk. En Jemako is groot geworden door de doeken voor de ramen. En dan echt met twee doeken lap je de ramen, één keer nat, één keer droog en je bent klaar. En het scheelt echt de helft van de tijd met de normale ouderwetse manier van schoonmaken. Ja, en ik had u net al voorgesteld, Marinus Gerrit van het Openluchttheater. Welkom nog een keer, Marinus. We hebben net al even gehoord dat je op dinsdag altijd heel druk bent in het Openluchttheater. Maar je bent gewoon helemaal druk in het Openluchttheater, hè, sinds kort. Ik ben er 5 jaar geleden ben ik erin gerold. Toen had ik een klein rolletje in een toneelstukje. Moest 's ochtends er nog één bokkenrijder. En ik ben er eigenlijk door vrouwtje Krans, ik mag tegenwoordig Gea zeggen, ben ik er een beetje blijven hangen. En hebben een mooie, leuke groep gemaakt die daar toch goed bezig is op dinsdag om het onderhoud te doen. Maar ook programmacommissies en dat soort dingen. Dus en dat is nu eigenlijk weer helemaal aan de orde. Want ja. We gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. Het nieuwe programma is uit. Een vol programma, hè, dit jaar. Ja, heel vol. Voller dan andere jaren? Of nou, in ieder geval wel een heel gevarieerd programma. Dus er zijn weer 2 filmavonden ingepland. Dit jaar, jongens en de meisjesfilm. Ja, is dat dit jaar daar bewust voor gekozen? Andere jaren was dat het... We hadden vorig jaar een paar films meer. En die hebben toch voor een mannenavond en een vrouwenavond gekozen. Daarnaast komen de plaatselijke muziekkorpsen komen natuurlijk weer langs. KSW met een sprookjesverhaal. Dus de Pinksterdienst. Hans Dijsselhoff komt met zijn Kika-verhaal. En Herman Kampman is daar geloof ik ook nog bij. Ja, zo hebben we toch wel een heel, heel gevarieerd programma. Ons toneelvereniging vanuit het Openluchttheater. Toneel. We hebben ook nog een beetje comedy. Dat is op het laatst. Dat is met André Manuel en een paar jongens die dus hun show brengen. Een van de belangrijke dingen, een onderdeel wat altijd in het Openluchttheater een vast onderdeel is, dat zijn de Gagelspelers, Gagelspallers. Ja. En die brengen dit jaar een Nijverdal-stuk, wat in 1902 zich heeft afgespeeld. En, dan gaan we op zoek naar het goud in het Openluchttheater. Daar gebeurt vooral. En dat is natuurlijk een klein beetje... Ja, wat heb jij een klein beetje, je hebt het historische verhaal heb je een beetje geromantiseerd. Geromantiseerd en gedramatiseerd. Daarom, want anders komen er natuurlijk helemaal geen vrouwen, want wij vrouwen willen natuurlijk wel een beetje... het jongetje, meisje vooral, en vindt de knappe dame. Het zit er allemaal in. Zit erin. Ik mag er niet te veel over verklappen natuurlijk. Dat is jammer. En er zitten ook een aantal liedjes in. Klopt wel goed af. Ja. Dat mag je wel zeggen. Dan is het goed. Echt wel. En... Dat is in juni. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel muziekavonden, of een aantal flinke muziekavonden. In Floyd komt weer. Ja. Loopt als een trein. Al 650 kaart hebben we verkocht, hè? Helemaal goed. Daarom heb ik het dinsdag al even gehad. Was dinsdag al, dus zijn er alweer meer geworden. Nu voor de televisie moet mensen het ook even. Als mensen daar naartoe willen, bestel vooral uw kaart, hè? Want... Ja, daarnaast hebben we de... 20 mei komt Desperado, dat is een hele mooie Eagles band. We hebben nog op het laatst hebben nog. Je hebt ook nog de. De Pilgrims. Die komen in september nog. En Rapalje komt nog. Rapalje, dat is dan weer meer de Ierse volksmuziekavond. En je hebt de Battle. En dan hebben we nog. Daar hebben we iets speciaals gemaakt.
Er was altijd veel te doen over een band Fly to the Stones. En daar zit de zanger in die Stars on 45 al die Stones nummers gezongen heeft. En daar zit Hans Hollestel in, die gitarist. Harry Scholten bracht me op dat idee. Maar toen is er toch even gedacht van, moeten we nou alleen die Stones nemen of zullen we toch eens een keer wat anders proberen? En dit is het geworden, Beatles tegen de Stones. Ja, leuk. Hey, en we trappen de 13e af. De 13e? Het seizoen 13 mei. Volgende week. We zijn er helemaal klaar voor. We trappen heel goed af. Ja. Want we hebben weer Dokters Bos Rock. Dokters Bos Rock hebben we toen in het leven geroepen als een nieuw item. Met de plaatselijke bands die we een kans geven. Liefst nog gereanimeerde bands vanuit het verleden. We hebben met H-kwadraat WAP hebben we dat in het verleden gedaan. En nu hebben we het ook weer geprobeerd. En zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij de jongens van de Bad Case. Dat zijn drie Ambonese jongens die gitaren bespelen. Dunemete, Pereira en Litai. Met zang van Kees en zijn broer Tromp. Schippers op drum en dan hebben we ook nog onze badmeester Jan Rosman. Ja, belooft gewoon een super avond te worden. Dat wordt hele mooie. En die MLC-band die als tweede optreden, dat is, die spelen ook al 20 jaar, de Pannen van het Dak. En mensen, Bert van der Werfors weer in en al die jongens. Het wordt gepresenteerd door Van Petersen en de onze eigen Dollekamp. Hans van Petersen, dat is helemaal leuk. De juwelier of de horlogemaker die gaat er weer beelden bij vertonen. Leuk. Dus het wordt weer een heel mooi spektakel. Wat een leuk spektakel. 13 mei. 13 mei. Kaarten zijn nog te verkrijgen bij, gewoon bij de kassa. Aan de kassa. En bij het VVV kantoor, neem ik aan. Ja. En nog één ding. Het is ook allemaal overdekt. Ja, want we hebben een hele mooie overkapping en een hele mooie tent. Dus u hoeft niet bang te zijn als het regent. Ik zou zeggen, gewoon lekker naar het openluchttheater. 13 mei trappen we af. Helemaal goed. Gaan we doen. Ja, en wie kent niet de jaarlijkse avondvierdaagse? Maar wist u ook dat er een wandelmeerdaagse is voor mensen die afhankelijk zijn van rolstoelen en rollators? Dit keer wordt het voor het tweede keer georganiseerd. De Welle en Zorgaccent organiseren dit jaar weer een wandelmeerdaagse. Voor mij zit Ellie Wischart en zij kan mij hier meer over vertellen. Ja, dat klopt. Wij organiseren 16, 17 en 18 mei een wandelmeerdaagse. Dat is een meerdaagse om de mensen vooral jong en oud naar buiten te krijgen. De bedoeling is dat mensen van alle leeftijden mee kunnen doen. Zowel met een lichamelijk gehandicapt, geestelijk gehandicapt, rolstoelafhankelijk, met een rollator, maakt niets uit. Wij lopen 3 kilometer per avond in een mooie natuuromgeving. Verschillende routes? Ja, wij starten om 6:30 bij de Blenken. De eerste avond krijgen we het startsein van onze burgemeester. Dus dat is al heel erg leuk dat zij ook daarbij aanwezig is. De eerste avond en de tweede avond lopen we door het mooie natuurgebied van de Koemasten. En de laatste avond, dat is de donderdag, dan gaan we Hellendoorn in. Daar is ook een koopavond, dus dat is denk ik voor onze wandelaars een hele gezellige avond. Publiek alom, dat is de bedoeling. Ja. En onderweg, is er nog tijd ergens voor een versnapering? Ja, halverwege is er altijd een stop. De eerste avond zitten we bij de voetbalvereniging Hellendoorn. De tweede avond gaan we naar het buurthuis Norbers. Of Norberhoes heet het geloof ik. En de laatste avond gaan we echt dus Hellendoorn in. En dan zitten we bij het nieuwe partycentrum Norbers. En allemaal onder begeleiding van muziek? Alle dagen? Ja, er is, alle dagen is er iets te doen, is er muziek. We hebben afspraken gemaakt met de Golden Rockies. We hebben afspraken gemaakt met Berg en Been. Met een soort dweilorkest. Een trottoirband zag ik ook ergens staan. Ja, dat klopt. Ja. En ook de school, de Blenkenschool en de S-school, die gaan ook dit jaar weer met ons meedoen. Je hebt het nu over de basisschool. En wat doen de leerlingen? Wat voor aanvulling geven zij? Zij zorgen in ieder geval voor de stempels. Want we krijgen allemaal een stempelkaart mee. Zodat het is natuurlijk wel een echte driedaagse. Hè? Dus er moet wel ingecheckt worden en uitgecheckt worden en gestempeld worden. Dat doen de kinderen voor ons. Zij maken ook, uiteindelijk als jij binnenkomt, dan er moet iets zijn, hè? Iets vrolijks. Iets vrolijks, iets aparts. Ja. En dat maken de kinderen ook voor ons. Ellie, waar kunnen de mensen zich aanmelden? Ze kunnen zich telefonisch aanmelden bij Zorgaccent Plus met het telefoonnummer 0900 0678.
En de kosten voor de meerdaagse zijn €6. Zowel voor de mensen die eventueel in de rolstoel zitten als de mantelzorger. En het kaartje van de mantelzorger is overdraagbaar aan de volgende dochter die dag 2 of die dag 3 wil lopen. En voor die €6, wat krijgen de mensen daarvoor? Ze krijgen in ieder geval een kop koffie tijdens de middag. Kop koffie of een kop thee. En dat is dan voor de alle drie de dagen? Ja, die €6 geldt voor de 3 dagen. In het kader van This is Korfbal Oranje Tour deed het Nederlands dames korfbalteam afgelopen dinsdag 2 mei Nijverdal aan. NKC 51 was een van de 4 gelukkige clubs die deze internationals mochten ontvangen. Is hier vanavond allemaal gaande? Het Nederlands korfbalteam die is naar Nijverdal toegekomen. Ze komen een wedstrijd spelen. Er zijn mensen vanuit de bond die clinics hebben gegeven, workshops. Eigenlijk is er voor bijna de hele vereniging vandaag of morgen wat te doen. Hoezo komen ze hier naar Nijverdal toe? Ja, ze willen graag het land in om de sport te promoten en om niet alleen maar binnen de grote verenigingen te blijven, maar door het hele land zichtbaar te zijn. Daarom hebben ze een promotietour en alle clubs zijn uitgenodigd om daarop in te schrijven en hun plannen te sturen. Dat hebben wij gedaan. En wij zijn uitgekozen als een van de 4 verenigingen die het Nederlands team naar zich toe mogen halen. Wat betekent dat voor de club? Heel veel natuurlijk. Alle jeugdleden die kunnen hun helden, bijna idolen soms een keer zien spelen in ons eigen Nijverdal. Dus dat is helemaal geweldig. Daaromheen kunnen we heel veel dingen organiseren en voor iedereen is er wat. En we hopen ook voor mensen van buitenaf aan te trekken die misschien geen korfbalachtergrond hebben, maar toch een keer leuk vinden om te kijken. Dus. Leeft het ook binnen de vereniging of hebben er al mensen hebben zich er naartoe geleefd? Hoe moet ik dat zien? Ja, nou, we zijn met een groep van 10, 15 vrijwilligers heel actief geweest om van alles te organiseren. Daarbij is ook de jeugdleden, scheidsrechters, trainers, alles is betrokken. En we hebben nu een volle bak hier in de zaal, dus zeker 300 man. Wat er nog vandaag bij komt, weten we niet. Maar er zijn heel veel mensen die erop afkomen, dus het leeft zeker, ja. Ja, en natuurlijk altijd leuker dat deze internationals Nijverdal weten te vinden. En even een verspreking van net, want het is Eliane Haas en het is Jan de Jonge van Schietvereniging LSVN. Dan hebben we dat ook gelijk even goed gecorrigeerd. Helemaal correct. En welkom dat jullie te zijn. Wat leuk, ik zie ook gewoon 2 generaties van de Schietvereniging. Ja, ja, nou ja, wat? We hebben er wel 3 hoor, binnen onze vereniging. Ja. Dus er is een generatie van 70 plus. Kijk. En daar zijn we ook heel trots op. Dus dat zijn natuurlijk een beetje de grondleggers van... Ja, want de eerste vraag, hoe lang bestaat LSVN eigenlijk al? Nou ja, je ziet het in beeld, 1 mei 1969. Dus dat is 18 jaar. Ja. Of sorry, 48 jaar. Dus bijna 50. Bijna Abraham. Ja, bijna Abraham. Zijn we daar al een beetje over aan het nadenken? Jazeker. We hebben toevallig in de laatste bestuursvergadering hebben we daar gezegd van jongens, daar moeten we alvast een plan voor maken, een team voor maken. Dus het komt eraan. Ja, leuk. Dus het mag wel gevierd worden. Ja, echt wel. Waarom? Ja. We hebben inderdaad aan je gevraagd in ons voorgesprekje van neem iemand mee van de vereniging. Vinden we leuk aan tafel. Ja. Je hebt ervoor gekozen om Eliane mee te nemen. Eliane, welkom. Dankjewel. Wat leuk. Een heel jong meisje die op een schietvereniging zit. Ja. Hoe jong ben je als ik dat even Ik ben 13. Ja. En hoe kom jij er nou bij om te gaan schieten? Mijn moeder die had een feestje en die kwam toen bij de vereniging en die mocht dan ook gewoon blijven. En toen dacht ze van, je bent nu 12, wil je ook een keertje mee? Dus want is daar een bepaalde leeftijd dan voor? Ja, eigenlijk wel. En je schiet eigenlijk best goed, hè? Ja. Mogen we heel zachtjes zeggen. Ja, maar je hebt best wel wat gewonnen al op jonge leeftijd. Het is op zich ook nog wel gewoon oefenen en het is wel gewoon te doen, denk ik. Maar Jan, je bent heel trots op dat, geloof ik, hè? Ja, ik ben zeker trots. Ja, daarvoor heb ik haar ook meegenomen. Ja. En ook omdat het een meisje is. En we hebben meerdere meisjes en vrouwen bij ons op de vereniging. Vrouwen kan me dan wel een beetje voorstellen. Eigenlijk. Ja, ik bedoel, er mag wel iets meer gemêleerd worden. Maar in jeugd zijn we gewoon heel erg trots op. En we hebben, ik denk, een jeugdteam van zo'n kleine 10 jeugdleden. Leuk. Een redelijke vaste club, moet ik eerlijk zeggen. En jeugd is bij jullie dan vanaf 12 tot... Tot 18, van 12 tot 18. En dan kom je bij de senioren. Ja. Dus.
Ja, leuk. Ja. Hey, en Eliane, ik vroeg je net in het voorgesprek even, waar schiet je mee? Want ik dacht, je schiet met een schietwapen. Dat is niet waar. Je schiet niet met een vuurwapen, je schiet met een luchtgeweer. Ja, want wat is dan het verschil daartussen? Ja, ik denk... Want ik ken het niet. Ja, je schiet met lucht, zeg maar. Ja. Met, maar het zijn gewoon de kogeltjes en je schiet gewoon op een bepaald... Gewoon op een kaartje. Oké, okay. En dat doe je goed gewoon. En wat is daar nou zo leuk aan? Wat is nou de kick van om nou, het is gewoon leuk schieten? Om elke keer opnieuw een nieuw kaartje te hebben. Elke keer opnieuw een nieuw doel. Ja. Want heb je dan inderdaad ook zo'n lang geweer, heet dat dan? Ja, een geweer. Ja, want jullie, je hebt geen pistool bijvoorbeeld. Nee. Nee. Mag dat ook een Hiyan van de jeugd? Jawel, dat mag zeker. Ik ben zelf pistoolschutter. Ja. En we schieten op 10 meter afstand. En we schieten met loden Diabolo kogeltjes. Ja. 4,5 millimeter. Op een afstand van 10 meter. En daar is de 10 is ongeveer zo groot als een speldenknop. En het is natuurlijk de uitdaging van de schietsport om... Ja, zo hoog mogelijk elke keer je persoonlijke record te verbeteren. Ja. Of als je in team schiet, ja, dan natuurlijk ook een goede score weg te zetten. Ja, ja want nou ja, je mocht je wapen niet meenemen, want er zit allerlei regelgeving aan vast. Klopt. We hebben net al even met elkaar gesproken. We gaan er gewoon eens een keer een special van maken. Zodat we ook eens even kunnen laten zien op mensen thuis. Hè, wat is nou het verschil tussen de verschillende onderdelen. En ook van welke regelgeving zit eraan. Ja. Dus dat gaan we zeker een keer doen. Hele mooie belofte. Wat ik nu ook heel interessant vond, is jullie... Wijk- en stratentoernooi, want voor de hoeveelste keer is dat? Nou, ik denk al zeker voor de 25ste keer. Ja, ja. En daarnaast hebben we ook nog een bedrijvenschiettoernooi. Dat doen we in oktober, november. Ja. En dat doen we al langer. Maar het wijkstraatschiettoernooi is dit jaar op 12 en 19 mei. En we kunnen voor beide avonden nog wat teams gebruiken. Voor de 12 nog iets meer teams dan voor de 19. Je schiet op één avond, schiet je dan? Ja, je hebt een team van 4 personen. En elk persoon schiet 20 schoten serieus, zeg maar. En daarvoor kun je nog wat proefschoten doen om eventjes eraan te wennen, zeg maar. Maar dus in totaal heb je 4 keer 20 schoten, wat dus een teamscore is. Okay. En er zijn dus diverse wijken, straten, inmiddels uit Hellendoorn, Nijverdal, Raalte zelfs en ook zelfs Almelo, die dan meedoen. Die dan meedoen. En dat zijn dan ook schutters, die zijn dan lid en die nemen dan ook, die regelen dan een team vanuit hun straat. Of ja, wat zitten daar nog regels bij als je al lid bent bij de of als je al schutter bent? Ja, er mag in één team één georganiseerde schutter in zitten. Okay. En dan hebben we mixed teams. Nou, dan noemen wij het een herenteam. En als het allemaal dames zijn, dan is het een damesteam. Dus daar wordt een beker aan gespandeerd, zeg maar. Ja. Ja. En zoals Eliane, mag je daar ook aan meedoen? Ja, ik mag er ook aan meedoen. Doe je dit jaar mee met mensen uit je buurt? We zouden wel proberen mee te doen, maar volgens mij is het er niet van gekomen. Nog niet? Je hebt nog even tijd. Ja. Dat klopt. Het kan nog. Het kan nog, want mensen kunnen zich nog gewoon opgeven. Mensen kunnen zich opgeven. Waar moeten ze zich opgeven als ze dat willen? Via www.lsvn.nl. Ja. En dat kun je gewoon, dat leidt zich eigenlijk vanzelf. Het leidt zich dan vanzelf. We hebben net een nieuwe mobiele website, noemen we dat dan. Hè, die ook voor mobiele apparaten geschikt is. Jullie dus, gaan met de tijd helemaal mee. Helemaal up-to-date. Ja, daar is veel energie in gestoken. Dus, ik zou zeggen, mensen zoeken het even op, want schieten is erg leuk om te doen. Ja. Toch, Eliane? Ja. Helemaal goed. Nou, heel veel succes op je toernooi. Ja, en we houden ons gewoon even aan de belofte. We gaan het eens een keer kijken. Super. Want dan kunnen we ook wat laten zien. Ja, helemaal super. Doen we. Dan krijgt u van mij nog de culturele agenda. Zondag 7 mei vindt in het centrum van Nijverdal de Alzheimer Meeting weer plaats. Met dit jaar een nog groter aanbod aan mooie classic cars. Ook worden dit jaar Alzheimer trucks en klassieke brommers geshowd. De Alzheimer Meeting richt zich niet alleen op de liefhebbers van classicers. Maar het is een evenement voor het hele gezin. De winkels zijn zondag geopend en dus we kunnen met recht spreken van een leuk uitje voor het hele gezin. In de maanden april, mei, juni en juli gaat het sportbuurtwerkteam van de Stichting De Welle op woensdagmiddag de wijken in met de sportmobiel. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar kunnen vrijblijvend gebruik maken van de sporttributen die ze bij zich hebben. Bij mooi weer staat er een luchtkasteel buiten. En ze zijn bij tourbeurten te vinden in de wijken De Kruidenwijk aan de Morgenster, De Blokken in het Blokkenpark en in de wijk Grootlochter aan de Beethovenlaan. Op deze locaties kunt u terecht van 2 tot 4:30. Op woensdag 10 mei wordt om 2 uur het zomerseizoen van Het Ravijn officieel geopend door stoere jongens en meiden van het Waterbootcamp voor Kids. Alle bezoekers worden deze middag getrakteerd op een gratis softijsje. En mocht het begin mei al lekker warm zijn, dan is het zwembad natuurlijk gewoon eerder geopend. Maar de officiële opening van het zomerseizoen blijft gewoon staan op woensdag 10 mei.
Ja, en hiermee zijn we dan alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Voor meer nieuws en informatie over Hoi TV en Hoi FM kunt u kijken op onze website hoimedia.com of op onze Facebookpagina facebook.com/hoicentraal. U kunt deze en andere uitzendingen van Hoi ook altijd terugkijken via deze website. En hierna kunt u nog kijken naar de uitzending van Helen Doorn in Business. Deze uitzendingen worden het gehele weekend herhaald op de oneven uren. Ja, en rest mij nog mijn gasten te bedanken voor hun komst naar de studio. En u thuis natuurlijk bedankt voor het kijken. En graag weer tot volgende week bij weer een nieuwe Hoi Centraal. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Was toch leuk, viel me mee.